Goedemiddag, coach. Goedemiddag. Wat is de waarde van de match van morgen tegen Charleroi voor ons seizoen? Oh ja, evenveel als die van vorige zondag en die van volgende zondag. Voor mij zijn alle matchen even belangrijk. We hebben nog een lange weg af te leggen in alle competities waar we nog in zitten. Zowel in de competitie als in de beker. Diegenen die beweren dat als wij morgen winnen, dat we dan ja, dicht bij een Europees ticket zijn, ja, die zijn niet meer in het verhaal van de beker, hè, denk ik. De beker is heel simpel, hè. Er is maar één prijs. Hè. En dat is die aan het eind van de rit de finale wint, die gaat dat jaar aan het houden. En al de rest, dat vergeet men heel snel. Dus morgen is de next step in die bekercompetitie. En we gaan er alles aan doen om door te gaan. Maar dan nog zijn we nergens. Dan gaan we naar een kwartfinale, dan gaan we nog naar een halve finale. En dan moet je zelfs nog een finale winnen ook, anders heb je niks. Dus, maar voor mij is die match van morgen ja, in C niet belangrijker dan de volgende matchen die ons staan te wachten in de competitie. En die zijn voor mij minstens even belangrijk. We moeten ook daar vooruitgang maken. We moeten ook daar plaatsen gaan winnen. Meer punten gaan pakken. Dus ja. Maar het is de next biggest important thing. Hè. Want het is de eerste die er staat aan te komen. Dus het is belangrijk. We sprak net over snel vergeten. Hoe is de groep omgegaan met met de beslissingen die genomen zijn in de wedstrijd tegen Eupen? Hoe is het met de moraal, om het zo te zeggen? Ja, je moet als voetballer, als staf, moet je dergelijke dingen een plaats weten te geven. Hè. Je moet die ook snel achter je laten. Het is niet aan ons om daar verder nu mee bezig te zijn. We moeten ons focussen op de volgende taak. En dat is de match tegen Charleroi. Dus wat dat betreft, er was ongenoegen, uiteraard. Onmiddellijk na de match, misschien de dag erna ook nog. Maar ondertussen hebben wij dat alweer geplaatst. En hopen wij vooral dat andere mensen er het nodige mee doen. Het is niet aan ons om daar dingen mee te doen. Zijn er spelers die we morgen kunnen recupereren? Pardon? Vadis gaat bij de selectie komen. Dus dat is de enige, denk ik, die we terug kunnen halen. Voor de rest moet ik zeggen dat de progressie blijft wel vooruit gaan. Hè. Jacques Vetatse heeft vandaag ook meegetraind. Maar voor hem is dat nog te vroeg. De Bruin moet eind deze week groen licht krijgen, hopelijk, bij dokter De Klerk. Dat betekent dat hij ook vol kan gaan. En ja, het is een beetje wachten op die mannen om te zien hoe dat het evolueert en wanneer die terug zullen in aanmerking komen. Maar laten we hopen dat Vadis fit genoeg is, dat hij geen reactie terugkrijgt. En dan is hij misschien terug vertrokken. De Vrieska en de opeenvolging van de matchen, dat zal een impact hebben op het veld. Je sprak er eerder al over. Verwacht je dat dat morgen een rol gaat spelen? Ik weet het niet. Ik denk dat de mensen hier goed hun best hebben gedaan na de vorige matchen. Het veld lag er tegen Eupen wel oké bij. Het begon wel wat te vriezen, vond ik zo op het einde. Het begon precies wat harder te worden. Maar nu heeft men mij verzekerd dat het toch goed is, zacht genoeg is. Dus ik denk dat zij hun allerbest doen. Ik moest ook feliciteren voor het werk dat ze gedaan hebben op het oefencomplex. Waar ze dag 1 toch onmiddellijk een synthetisch veld hebben vrijgemaakt voor ons. En vandaag konden wij op natuurgras trainen bij ons. We hebben een verwarmd veld daar. En dat lag er prima bij. Dus proficiat voor de greenkeepers. Wedstrijden tegen Charleroi. Tussen Gent en Charleroi zijn sowieso altijd moeilijk. Morgen een cupmatch. Wat voor wedstrijd verwacht je eigenlijk? Een moeilijke match, sowieso, zoals je zegt, hè. Charleroi is een moeilijk te bespelen tegenstrever, waarbij je best niet op achterstand komt, dat weet iedereen. Maar kijk, we zijn tegen Eupen ook op achterstand gekomen. We hebben het kunnen omdraaien, dus laten we hopen, moest dat gebeuren. Ik hoop van niet, maar als dat dan gebeurt, laten we daar dan toch vertrouwen uit putten dat we dat wel hebben kunnen keren ook al. Maar ja, het is een ploeg die al heel lang samenspeelt. Die al perfect weet wat er ook moet gebeuren. Ook al hebben ze misschien een mindere periode achter de rug.
Ja, ze hebben toch altijd wel een kapstok om op terug te grijpen. En, zij maken er ook een doel van. Hè. Ze maken eigenlijk al jaren een doel van om de beker te winnen. Hè. Dat is eigenlijk hun eerste grote challenge. Dus dat zal dit jaar niet anders zijn. Ze gaan per se er alles willen aan doen om dit jaar de beker te pakken. Hun grote droom is om ooit kampioen te worden, maar eigenlijk plannen ze eerst een bekerwinst. En dan pas een kampioenschap. Dus ja, die ploeg gaat ook dubbel gemotiveerd zijn om hier morgen Gent te komen uitschakelen. Oké, bedankt coach.